Nou, zo hè, mogen wij vandaag ook wat zeggen op de bijeenkomst die jullie hebben over de kantering van de dienst welzijn. Helaas kunnen we niet live aanwezig zijn omdat we met de OR een tweedaagse training doen op de hei. Ik ben Geertje Makker en namens OR ben ik betrokken bij dit onderwerp. Wat weten we tot nu toe? Nou, we hebben meegedaan met de sessie Ontdek je talent. Dat is erg leuk en erg inspirerend. Dat vonden we zelf, maar dat hebben we voor jullie ook teruggehoord. En daarnaast worden we regelmatig door Alice op de hoogte gehouden van de denktanks en van de ontwikkelingen en hoe ver het nu staat. En kregen we ook nu weer de kans om te vertellen wat de rol die wij hebben als OR in dit traject is. Ondernemersraad kent een formele zijde en een informele zijde. Formeel, dan worden er stukken ingebracht en die krijgen wij ter beoordeling. Informeel zitten we regelmatig met de directeur, met Alice Muller om de tafel. We hebben het over de veranderingen die op deel staan. We hebben het over de wijzigingen die men wil implementeren. Soms legt Alice zaken aan ons voor. Van, luister eens mee, hoe denken jullie hierover? Dus in die zin hebben we informeel een hele actieve rol. Formeel raken we haast of straks ook met elkaar om de tafel, want dan komt er een adviesaanvraag richting de ondernemingsraad en dan moeten we daarop besluiten nemen. Als we dan uiteindelijk die adviesaanvraag krijgen, zou het voor ons het mooiste zijn als het voor jullie een gedragen stuk is. Dat jullie vinden dat jullie de werkzaamheden goed kunnen doen, dat de hartjes kloppen, dat jullie inbreng hebben gehad en dat jullie inbreng is gehoord. En tot slot heeft Alice nog voorgesteld om, tot de adviesaanvraag gereed is, het ze nu namens bij te praten met Alice, met OR, maar ook een aantal medewerkers daarbij. Dus bij deze de uitnodiging, als dat jullie talent is, geef je op.